Goeiedag, beste studenten. Welkom bij dit allerlaatste college Mechanica voor Chemische Technologie van mijzelf, Johan Antonissen en meneer Krol. Aangezien meneer Krol wat later terug is gekomen van zijn afwezigheid, heb ik er gewoon voor gekozen om het college op mij te nemen. Dus voor vragen, mail mij. Ik sta jullie graag te woord. Ja, en waar zijn we met z'n allen vandaag terechtgekomen? Vorige week hebben we het gehad over de NVM-lijnen, de spanningen die daarin optreden, de normaalspanning, de schuifspanning en de manier hoe we dit allemaal konden samenvoegen in de zogenaamde Von Mises-spanning. En deze week gaan wij naar een nieuw stukje theorie behandelen. En dat is de zogenaamde vervormingsleer. Nou, vervormingsleer is een hele complexe, wiskundig intensieve manier om te berekenen hoe een constructie zich zal gaan vervormen als er een belasting onder staat. Maar gelukkig zijn het heel veel dezelfde soorten vervormingen. Dus je hebt boeken volgeschreven met beschrijvingen van vervormingen. En die boeken die gaan wij raadplegen om zo de vervorming van onze constructie te voorspellen. Dus laten we daar eens even naar gaan kijken, dit allerlaatste college. Ja, en dit is de vervormingsleer. Dus wat is de vervormingsleer dan precies per definitie? Ik zal hem even oplezen. Vervormingsleer houdt zich bezig met de vervormingen van elementen onder belastingen. Hierbij spelen zowel de spanningen in het materiaal als de geometrie en de materiaaleigenschappen een belangrijke rol bij het vinden van de verplaatsingsvergelijkingen. Nou, wat is er dan aan de hand bij die vervormingsleer? Voordat je de vervormingsleer kan bedrijven, zijn er een aantal dingen van belang voor te hebben. Ten eerste moet je weten wat de inwendige belastingen in het element zijn. Dus dat is voor jullie die balk. En wat moet je dan precies weten? Nou, je moet die normaalkrachtslijn, die momentlijnen en die dwarskrachtlijnen moet je hebben. Daarnaast moet je ook weten wat de vorm van de doorsnede is, dus de geometrie onder andere. Je moet de lengte van de balk weten en je moet ook weten of jij te maken hebt met een I-profiel of met een vierkant profiel, enzovoort, enzovoort. Want dat traagheidsmoment, waar we het een aantal lessen geleden over hebben gehad, die is van uiterst belang voor het achterhalen van de verplaatsing. Nou, en tot slot zijn ook materiaaleigenschappen heel erg van belang. Want je kan natuurlijk voorstellen dat als wij twee verschillende materialen dezelfde constructie hebben, dus een balk in de muur met aan het uiteinde van een kracht, met allebei dezelfde afmetingen, maar de ene balk die is van hout en de andere balk die is van staal, dan zou je natuurlijk al kunnen raden dat de houten balk veel meer zal doorbuigen. En dat heeft ermee te maken omdat die materiaaleigenschappen anders zijn. Nou, wat is tot slot het doel van deze vervormingsleer? Dat is het vaststellen van de verplaatsingen. Want wat wil je namelijk weten? Je wil weten dat als jij een constructie gaat belasten, dat die niet te veel vervormt. Omdat als de constructie te veel vervormt, dan zal die dus niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke VLS die je hebt gemaakt. Dus dan is er eigenlijk een andere belasting dan dat je hebt berekend. En dat wil je niet. Nou, en een tweede reden waarom vervormingsleer belangrijk is, is omdat je ook wil kunnen achterhalen of misschien een constructie niet te veel gaat verplaatsen en dat die dus niet meer in het geheel past. Dus je kan je straks voorstellen dat als jij een onderdeel moet ontwerpen van een reactor, dus je hebt een heel groot reactorvat en dat wil je in een staalconstructie gaan hangen en daarnaast hangt nog een ander reactorvat in een staalconstructie en daaronder hangt een reactorvat en daarboven hangt een reactorvat. Basically gewoon wat je natuurlijk bij Pernis, bij Shell ziet, alleen maar reactoren naast elkaar. Dan wil je natuurlijk niet dat als je die reactor plaatst, dat die zover gaat doorbuigen, die constructie, dat die dus de reactorvaten daaronder zal gaan beschadigen of dat die eventuele leidingen die daaruit komen zal gaan afknijpen. Dus alles moet zoveel mogelijk onvervormd blijven. En dat kunnen we bepalen met de vervormingsleer. Nou, en nu zullen jullie waarschijnlijk allemaal even met jullie open ogen zitten te knipperen. Van, oh nee, wat is dit nou weer? Waar gaat die meneer Antonissen ons nou weer mee naartoe nemen vandaag?
geen zin in, de vakantie staat voor de deur. En jemine. Nou, dat klopt. Jullie collega's bij Maritieme Techniek, die moeten hier wel mee aan de slag. En wat staat hier nou eigenlijk precies? Als jij bijvoorbeeld een constructie hebt, zoals de constructie die hier staat, hebben wij een ingeklemde balk met een verdeelde belasting erop. Nou, en wij hebben in de afgelopen lessen hebben wij geleerd hoe we dus door middel van de oppervlaktemethode hebben wij geleerd hoe wij de dwarskracht hebben, het moment op een element konden bepalen. En we zagen dat er een verband was tussen die dwarskracht en het moment. En dat klopte ook, want we weten natuurlijk ook dat een moment is kracht keer een arm. Dus daar zit die relatie. Nou, wat is er nou als je dus wat meer op deze theorie uitzoomt, dan zie je namelijk dat er nog veel meer verhoudingen zijn. Want dat is er namelijk aan de hand. Kijk, net hebben we het hierover gehad. Dat is het verband tussen de dwarskracht en het moment. En wat wij zagen, is dat als wij dus die dwarskracht gaan integreren, dan komen wij op het moment. Dus dan gaan we van Q0 maal x plus c1, die gaan we integreren. En dan komen wij op Q0 maal x kwadraat gedeeld door 2 plus c1 x plus c2. Dus zo kan je van de verdeelde belasting naar het moment. En zelfs nog, is als jij de verdeelde belasting gaat integreren, kom jij op de dwarskracht. En als je de dwarskracht gaat integreren, kom je zo op het moment. En als jij vervolgens die momentlijn gaat integreren, dan kom je in het domein van de verplaatsingen. Dus dan ga je van de sterkteleer ga je naar de vervormingsleer. En dan krijgen we de hellingshoek. Dus wat is de hoek waar die onder staat, die balk? Maar die hellingshoek, die wordt onderworpen aan materiaaleigenschappen. Dus wat is er aan de hand? Zodra je van het momentdomein omgaat naar het domein van verplaatsingen, dan moet jij dus de elasticiteitsmodulus en het tragisch moment gaan meenemen. Nou, die hellingshoek die vertelt ons natuurlijk nog niet zo heel erg veel. Daar gaan we zo verder op induiken. Maar wat er dus wel aan de hand is, dat als wij dus die vergelijking van die hellingshoek, als wij die nog een keer gaan integreren, dan komen wij op de verplaatsingsvergelijking. En dit is de vergelijking waardoor we dus onder die belasting zo die verplaatsing die zou hebben kunnen gaan berekenen. We kunnen dus nu een formule gaan vinden die deze vergelijking gaat beschrijven. Dat is die zogenaamde verplaatsingsvergelijking. En daarin zijn natuurlijk ook de elasticiteitsmodulus en het traagste moment zijn van groot belang. En zo kunnen we dus zien dat als wij dus de mechanica aan het bedrijven zijn, dat er een direct verband is tussen verdeelde belasting, dwarskracht, moment, helling en verplaatsing. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar goed, jullie zijn geen maritieme ingenieurs, jullie zijn chemisch technologen, jullie richten jullie helemaal op chemische processen en dergelijke. Dus jullie hebben natuurlijk helemaal geen tijd om de mechanica te bedrijven. Dus waar gaan wij op induiken? Wij gaan duiken op een manier zoals je dus ditzelfde kan beschrijven, maar dat je alle wiskunde, nou ja, bijna alle wiskunde achterwege kan gaan laten. En dit is door gebruik van de zogenaamde vergeetmenietjes. Oké. Okay. Laten we eens even gaan kijken. Hoe kunnen we dit nou gaan oplossen? We pakken even het volgende balkje erbij. We hebben dus weer die ingeklemde balk. Hier hebben we dus de inklemming. Hier hebben we de balk. En die balk die heeft een bepaalde lengte. Die balk heeft een bepaalde elasticiteitsmodulus. Dat is een materiaaleigenschap die je in een boekje kan opzoeken. En die balk heeft een traagheidsmoment wat wij in de vorige les hebben berekend. En vervolgens is die balk belast op een verdeelde belasting Q0. En wat wij nu gaan doen, is we gaan door middel van vergeetmenietjes gaan wij de functie vinden waarvoor we dit kunnen gaan beschrijven. Dus laten we eens even gaan kijken hoe we deze functie kunnen vinden. We pakken het formuleblad erbij. En dit is het formuleblad dat ook voor jullie online staat gegeven. Nou, en daar staan een aantal standaardvormen op die jullie zelf kunnen gaan gebruiken. En vervolgens moeten wij op zoek gaan naar een formule die het beste overeenkomt
bij hetgene wat we zoeken. Nou, en wat zien we dan? We zien hier, en jullie hebben natuurlijk al zien staan, eigenlijk precies hetzelfde voorbeeldje zien wij staan. Nou, oké, okay, we hebben hier een balk met een lengte L. Er zit hier een verdeelde belasting op naar beneden. Die heeft de waarde W. En vervolgens staan hier aan de rechterkant nog een aantal dingen gegeven. Wat staat hier namelijk gegeven? Nou, we hebben ten eerste hebben wij de theta max. Dat is de maximale hellingshoek. En dan kijken we weer even in dat plaatje en dan zien we hier, hier onderaan is de maximale hellingshoek. Ik zal hem even duidelijker illustreren. Dat is namelijk aan het uiteinde heb je een bepaalde verdraaiing van het balkje. Dat balkje dat staat natuurlijk niet meer recht. Nou, dat is dus hier geven wij de hellingshoek van. En vervolgens hebben we ook nog, wat hier staat, een maximale verplaatsing. En we kunnen natuurlijk ook begrijpen dat als we die ingeklemde balk hebben, dat wij hier aan het uiteinde ook de Vmax, de maximale verplaatsing hebben, die wij hier kunnen invullen. Nou, dit zijn dus punten. Dus op de punten die hier staan weergegeven, is dit de maximale hoekverdraaiing en dit is de maximale verplaatsing. En daarvoor kan je dus die waardes gaan invullen. Dus we vullen in plaats van W, dus die Q in, dat is een gegeven waarde. In plaats van die L vullen we natuurlijk de lengte van onze balk in. We vullen in plaats van de E vullen we onze elasticiteitsmodulus van het materiaal in. Daar gaan we het straks verder over hebben. En vervolgens doe je het traagheidsmoment doe je invullen. En dan vind je de maximale verplaatsing. Nou, wat je ook kan doen is de verplaatsingsvergelijking vinden. De zogenaamde elastische curve. Want wat is er namelijk aan de hand? Die theta, die hoek hier, en die verplaatsing, die zijn alleen maar van de locatie waar het maximaal is. Maar heel vaak zijn we niet geïnteresseerd in de locatie waar het maximaal is. Maar willen we weten waar overal de verplaatsing is. Dus we willen eigenlijk op zoek gaan naar een functie waar we een variabele, bijvoorbeeld x, in kunnen invullen. En dat wij daarvoor de verplaatsing krijgen. Nou, en dat is de vergelijking van de elastische lijn. Dus dat is de lijn die door het geometrische middelpunt loopt, die wij hebben behandeld bij de les over het traagheidsmoment. En dan krijgen we dus deze volgende vergelijking van de elastische lijn. En die beschrijft dus de verplaatsing die zo loopt, die blauwe lijn, als gevolg van de belasting. En wat zie je nou voor deze functie? Die staat ook weer E staat erin, I staat erin en die W staat erin, maar ook een hoop X'en en ook een hoop L'tjes. Nou, als wij vervolgens dus het coördinaat hier invullen, dus op het uiteinde, daar is x dus gelijk aan L, die vullen wij hier in. En wat zien we dan? Dan komt, als we deze invullen, komt dit eruit. En als wij vervolgens doorgaan, en we gaan bijvoorbeeld helemaal links invullen, dat hier dus voor x is 0, wat krijg je dan? Nou, dan wordt dit weer 0. En dit wordt 0 en dit wordt 0. Dus dan komt hier uit, en dit wordt ook 0, hier komt dan uit 0. En dan kunnen we dus ook het afleiden, aha, op de locatie x is 0, dat is hier, is de verplaatsing 0. En dat is ook logisch natuurlijk, want dat is de locatie van onze inklemming. Daar hebben wij per definitie geen verplaatsing. En zo kan je dus alle waardes van x die je wil, kan je dus hier invullen over de x-as en vind je daar dus uit de verplaatsing van dat element. En let op dus, als je dit gaat invullen, ga niet meters met millimeters vermenigvuldigen of newtons met kilonewtons. Let erop, alleen meters en meters invullen, alleen newtons en newtons invullen, blijf altijd op dezelfde eenheid. Maar als je dat doet, dan kan je dus heel structureel aan de hand van die vergeetmietjes die hier staan, kan jij dus je som oplossen. Ja, en door het gebruik van die vergeetmietjes doen we dus eigenlijk het grootste deel van de wiskunde die we zouden moeten bedrijven, die doen wij gewoon overslaan. Dus maak gretig gebruik van die vergeetmietjes. Het maakt je leven een stuk makkelijker. Ja, en dit zijn dan de zogenaamde vergeetmietjes waar wij mee rekenen. We hebben aan de linkerkant een formuleblad dat ook voor jullie beschikbaar is, van de opgelegde balken. Dus dat is aan de ene kant opgelegd en aan de andere kant gescharnierd. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. En we hebben aan de rechterkant
hebben wij dus de inklemming. En deze kan je dus ook voor je sommen en je eindopdracht gaan gebruiken. We hebben ten eerste hebben we de maximale waarden, die allemaal hier in de plaatjes zijn weergegeven. Let op de maximale hoekverdraaiing en de maximale verplaatsing hoeft niet op dezelfde locatie te zijn. We hebben dus de maximale hoekverdraaiing, de maximale verplaatsing en we hebben hier ook de elastische curve. En deze kunnen we straks gaan gebruiken om meer complexere situaties bij elkaar op te gaan. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Oké, hier is een voorbeeldje. Ik heb een balk gegeven. En hiervan zijn een aantal waarden gegeven. Dus ten eerste is er gegeven dat de lengte is 36,72 mm. Die kracht die erop staat is 18 kN. Maar let op, die staat in de tegenovergestelde richting van vergeet me nietje. De balk heeft een doorsnede van 300 keer 30. En een elasticiteit van 210 gigapascal. Dus dat is kilo mega giga, 10 tot de negende newton per vierkante meter, let erop. Dus we hebben hier aan de ene kant waardes in meters en aan de andere kant waardes in millimeters. En vervolgens heb ik voor die balk de volgende vraag voor jullie. A, wat is de maximale doorbuiging van de balk? Dus dan moet je even het vergeetmenietje erbij gaan zoeken en kijken waar de maximale verplaatsing is. Nee, sorry. A is wat is de maximale doorbuiging van de balk? Dus dan moet je de formule zoeken. Voor B, waar is de maximale waarde van de balk? Dus dan moet je hem uitrekenen en aangeven in het plaatje waar die is. En voor C gaan we gebruik maken van een ander type materiaal. En dan moet je voor de maximale doorbuiging bepalen. Dus dan gaan we niet met staal werken, maar we gaan met hout werken. En voor D gaan we kijken van oké, wat wordt de doorbuiging bij het gebruik van een sandwichconstructie van staal? En wat is er bij een sandwichconstructie? Nou, dan zitten die stukken dingen niet aan elkaar. Maar er staan de stukken staal uit elkaar en dan zijn ze door middel van een soort schuim aan elkaar bevestigd, maar waardoor je dus hier een heel groot traagheidsmoment hebt met hetzelfde gewicht. Goed, ik zou zeggen, trek eventjes 10 minuten uit voor deze opgave en dan gaan we hem zo met z'n allen bespreken. Dus pak die vergeetmenietjes erbij en ga eens even kijken of je al die vragen kan beantwoorden. We hebben dus die onderstaande balk. En vervolgens wordt ons gevraagd, wat is de maximale doorbuiging van de balk? Nou, we gaan naar de vergeetmenietjes kijken. En wat zien we dan precies? We zien dat er één vergeetmenietje is die er wel heel erg veel op lijkt. En dat is dit vergeetmenietje. Het enige probleem wat er aan de hand is van het vergeetmenietje, is dat onze waarden er net ietsje anders uitzien dan degene die er hier aanwezig zijn. Nou, wat zijn een aantal observaties die we daarin doen, die van belang zijn? Nou, ten eerste zien we dat die kracht F, die staat de andere kant op. Dus wat we, om dat te kunnen aanpassen, moeten we dus gebruik gaan maken van substitutie. En wat we dan moeten gaan zien, we moeten zeggen, voor P in die vergelijking moeten we gaan invullen minus F, oftewel minus 18 kilonewton. Dus gaan al deze p'tjes vervangen voor een minus 18. Dus wat je krijgt is, dit wordt plus, dit wordt min. Dit wordt plus. En dit wordt ook plus. Daardoor past onze vergelijking aan. Daarnaast hebben we nog een ander iets wat we hebben. Want wat er namelijk heel belangrijk is bij dit vergeetmenietje, is dat we hier te maken hebben met een lange kant A en met een korte kant B. En we zien hier dat wij in deze vergelijking hebben aan links de korte kant ermee te maken. Dus dit is B en niet A. En we zien dat we dus hier ook nog wat over hebben. Dit stukje, hoe groot is dat dan precies? Nou, dat is, even kijken, dit is A ten eerste, hè? Dat is A. En A is gelijk aan 3672 minus 735. Dus let daar ook op. En wat geeft vervolgens deze vergelijking die we hier zien van die verplaatsing aan? Die gaat tussen 0 en A. Dus die vergelijking die loopt van het beginstuk, van hier,
loop je naar rechts. Maar dat is dus in de richting van het grote stuk. Dus we gaan, als we naar deze vergelijking kijken, dan werken wij de andere kant op. Dus hoe kunnen wij nu deze vergelijking gaan omschrijven? We kunnen dit plaatje omvormen in een andere vorm die precies hetzelfde is. Want wat krijgen we namelijk? Dan krijgen we de volgende. Even kijken. Zo, 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 dit en dit. En vervolgens zeggen we van, nou oké, we pakken hier pakken we de afstand A. En hier pakken we de afstand B. Dan draaien we hem net iets om. Maar goed, nu komt hij natuurlijk niet meer overeen met onze standaardvergelijking. Dus wat we eigenlijk moeten doen, is we moeten die vergelijking hier, die moeten wij gaan aanpassen. Door die A en die B-waardes dus in te gaan vullen. En hoe kunnen wij dat gaan doen? Nou, we zagen in die eerste vergelijking dat wij voor x hier 0 hadden en dan gingen we naar rechts. Maar eigenlijk, we zagen voor dit plaatje, zagen we dat we hier van x is 0 naar rechts gingen. Maar als we dat toepassen op dit plaatje, dan gaan wij van hier naar links. Dus, hoe kunnen we dat nou aanpassen? Dat kunnen we als volgt doen. En dan kunnen we zeggen dat x-coördinaat in die eerste, die gaan we vervangen voor l minus x. Want wat je nu krijgt, is dat wij, als wij dus voor die eerste x invullen, dan zitten we hier. Dan gaan we van die grote afstand vertrekken. En als wij voor die tweede hier nu x invullen, dan komt hier l uit. En dan beginnen we hier. Dus we kunnen door dit te substitueren, gaan wij niet van hier vertrekken, maar gaan wij van hier vertrekken. Dus laten we eens even kijken hoe wij dat kunnen gaan aanpassen. Dus ik schrijf die formule eventjes over. Ik krijg v, nee, ik pak even een ander kleurtje. Zo, ik krijg v als functie van x is gelijk aan minus p bx gedeeld door 6 e i l maal, haakje openen, l kwadraat minus b kwadraat minus x kwadraat. Nou, vervolgens gaan we dus eerst die p gaan wij vervangen voor f. Dus dan krijgen wij de volgende vergelijking. Dan krijgen wij, even kijken, v als functie van x is gelijk aan minus minus f maal b maal x gedeeld door 6 e i l maal, haakje openen, l kwadraat minus b kwadraat minus x kwadraat. De volgende stap is dus deze vervanging aanvoeren. Zodat we dus, als wij x is 0 invullen, zitten we bij de ene, zitten we hier. En als we x is 0 voor de andere invullen, zitten wij hier. En dan gaan we naar links verplaatsen. Dus dan krijgen wij daarbij het volgende. V als functie van x is gelijk aan f maal b maal, even kijken, l minus x, haakje sluiten, gedeeld door 6 e i l maal, haakje openen, l kwadraat minus b kwadraat minus, haakje openen, l minus x, zo in het kwadraat. En daarmee hebben we nu onze vergelijking gevonden. Nou heb ik eigenlijk de achterliggende theorie laten zien. En dit is dus ook wat we telkens gaan toepassen bij vergeetmenietjes. Dus je kijkt naar een som en je gaat erbij een aantal vergeetmenietjes zoeken. En vervolgens ga je die som zo omvormen dat die op de som van jou lijkt. En let erop, je moet achter vervangen door een minnetje toe te voegen dat die in de andere richting. Of als je misschien van links naar rechts in plaats van rechts naar links moet gaan werken, kan je dus x vervangen voor l min x. En zo moet je allemaal trucjes gaan toevoegen. Dus het is een beetje puzzelen. Nou, laten we nu eens even gaan kijken wat we bij deze vraag eruit krijgen. We krijgen in vraag A, wat is de maximale doorbuiging van de balk? Nou, en deze kunnen we makkelijk eruit vinden, want wat zagen we? We zagen op de locatie, hier is de maximale doorbuiging. Hij zegt hier, de verplaatsing op de locatie x is a, is gelijk aan
Even kijken. Minus P maal B maal A gedeeld door 6 EIL maal L kwadraat B kwadraat A kwadraat. Dus dit kunnen we vervolgens gaan invullen om die verplaatsing te vinden. En dat ga ik even op de volgende slide doen. Dus wat krijgen we hier dan? De verplaatsing op de locatie x is gelijk aan a. Die krijgen we minus f, dus die minus 18 kilonewton. Dan komt er een plus uit, maal die b maal die a, gedeeld door 6 maal e maal i maal l, maal, haakje openen, l kwadraat minus b kwadraat minus a kwadraat. En als we dat gaan invullen, wat krijgen we dan? 18 kilonewton maal, even kijken, de b. En de b die was natuurlijk bij ons, dat was de korte zijde. Dus dat was 735 millimeter. 735 maal a. En die a die was de grote zijde. En dat was dus 3672 minus 735. Oké, okay. Gedeeld door 6 keer. Het traagheidsmoment. Nee, 6 keer E. Even kijken, waar staat die formule ook weer? Daar. 6 keer E. En dat is 210 gigapascal. Dus dat is 210 maal 10 tot de derde newton per millimeter kwadraat. Hè? Want we werken hier hier met millimeters. Hier met millimeters. En linkerkant met kilonewtons. Dus daar zit een foutje. We moeten hier kilonewtons van maken. Wat krijgen we dan? Dat moet natuurlijk gedeeld door 1000. En dan krijgen we hier kilonewton per millimeter. Dan vermenigvuldigen we dit met, even kijken, 6e maal met i. Nou, wat is het traagheidsmoment i? Traagheidsmoment i was 1 twaalfde maal de breedte keer de hoogte tot de derde. Dus dan krijgen we de breedte van 300 keer de hoogte van 30 tot de derde. Dus maal 1 twaalfde maal 300 maal 30 tot de derde maal. En dan krijgen we vermenigvuldigd hem nog met de lengte. En de lengte van dat ding was 3672. Nou, tot slot controleer ik nog eventjes of mijn eenheden allemaal goed zijn. Om ook even vast te stellen met wat voor eenheden we eruit komen. We hebben dus de eerste, dat was, ik ga een kleurtje doen. Zo, die eerste waar we uitkwamen, dat was, nou zeg, kilonewton, millimeter, millimeter, millimeter. Dit was kilonewton per millimeter in het kwadraat. Dit was millimeter, dit was millimeter tot de derde. En hebben we hier te maken met, even kijken, millimeter. Vervolgens hebben we dus dit gedeelte af. En dan vermenigvuldigen we nog met die term ernaast. En dan moeten we dus ook in millimeters werken. En dan krijgen we dus 3672 in het kwadraat. Dus dat heeft eenheid millimeter in het kwadraat. En dan krijgen we minus b. En b, dat was onze korte zijde, dus dat is 735 in het kwadraat. En dat is dus ook in millimeters in het kwadraat. En dan trekken we onze a, trekken we daar ook vanaf. Dus dat is minus, haakje openen, 3672 minus 735, zo, in het kwadraat. En dat is ook weer millimeter in het kwadraat minus millimeter in het kwadraat. Dus ja hoor. Dan komen we nu, als het goed is, op de eenheid van millimeters uit. En als we dit invullen, dan vinden wij dus de verplaatsing op x is a. En die kunnen we vinden door deze getalletjes in te vullen. En let op, doordat we overal met millimeters werken, komt hier ook een millimeter uit. Goed, we hebben nu dus berekend wat de maximale doorbuiging is. Die vinden we door dit in te vullen, dat is A. En in punt B willen we vragen, wordt gevraagd waar is de maximale doorbuiging van de palm. Dus dan zoeken we dus het coördinaat.
Nou, en als je dan naar die vergeten minietjes gaat kijken, dan is er altijd een locatie waar de maximale waarde wordt weergegeven. Dat is de tweede cel. En dat is ook die formule die we net hebben gepakt. En de maximale verplaatsing die vind je dus voor x is gelijk aan a. Dus die vinden wij hier. En die is dus net onder die kracht. Dus op deze locatie vinden wij die maximale verplaatsing. Nou, laten we nu eens gaan kijken naar vraag C en vraag D. Bij vraag C wordt gevraagd: wat is de maximale doorbuiging als de elasticiteit 1 gigapascal is? Dus als we te maken hebben met hout in plaats van staal. En dat is het grappige. We zien nu eigenlijk dat die hele constructie, die beschrijving van die verplaatsing, die is helemaal hetzelfde gebleven. Het enige wat er nu verandert, is dat ons elasticiteitsmodulus gaat veranderen. Dus wat zien we namelijk? We zien dat we dus hier deze waarde, die 210 gigapascal, die wordt nu, wordt die 1. En er staat nergens anders, staat er een evenwerk. Dit is de enige E. Ja, in deze vergelijking. Maar dat is als je voor deze vergelijking de locatie van de maximale verplaatsing invult. Dus als je hiervoor x is gelijk aan a invullen, dan krijgen we deze. En die E is de enige waarde E. Dus wat zien we? Als we dus in plaats van die 210 een 1 gaan invullen, dan wordt dat getal hier onder de deelstreep wordt veel kleiner. Dus wat we zien is dat als het getal onder de deelstreep kleiner wordt, kleiner wordt, dan gaan we door een kleiner getal delen. Dus dan wordt het resultaat wordt groter. Dus wat we zien is, doordat dus die 210 door een 1 wordt vervangen, wordt die verplaatsing vele malen groter. En hoeveel wordt die dan groter? Nou, hij wordt dus 210 keer groter. Dus we zien dat als we nu echt hout gaan gebruiken, dat die doorbuiging dus echt vele malen groter wordt. En daarmee hebben we dus aangetoond dat de keuze van je materiaal grote invloed heeft op je verplaatsing. Oké, dan gaan we eens door naar de laatste vraag, vraag D. En bij vraag D wordt gevraagd: wat wordt de doorbuiging bij het gebruik van een sandwichconstructie van staal? Dus die 210 gigapascal. Nou, wat we dan als eerste zien natuurlijk is dat we die oude vorm van van de elasticiteitsmodus hebben. Dus we moeten hier lekker weer 210 invullen. Ik zal dit eventjes weghalen allemaal voor de duidelijkheid. Zo, zo, zo. Zo en zo en zo. En hier stond geloof ik 30. Zo. En wat we vervolgens gaan krijgen is, dan vullen we hier weer maal die 210 in. En we krijgen nu een ander traagheidsmoment. En laten we eens even gaan kijken wat hier namelijk wat hier aan de hand is. Dat traagheidsmoment, dat is hier veel groter. We hebben hetzelfde materiaal, want in plaats van dat die 30 hoog is hij nu 2 keer 15 hoog. Maar dat traagheidsmoment is veel groter, want we krijgen hier namelijk het traagheidsmoment vinden wij door 1 twaalfde maal de breedte van 300 maal de hoogte, en die is 230 tot de derde, minus, halen we dat gat eruit, 1 twaalfde maal 300 maal 200 tot de derde, hebben we nog steeds een gigantisch groot traagheidsmoment. Want wat is dit namelijk? Kijk, wat we nu zien is dat we, als we dus dat traagheidsmoment gaan berekenen voor die sandwichconstructie, dus die buitenkant, en daar halen we de binnenkant uit, dan krijgen we dus, even kijken, 104 miljoen millimeter tot de vierde krijgen we dan. En als we het traagheidsmoment van die oorspronkelijke gaan berekenen, dus deze, dan krijgen we dus 675.000. Dat is een verschil. Als we die door elkaar delen, dan krijgen wij, even kijken, als je die door elkaar deelt, dan krijg je dus 10417. Even kijken hoor. 10417 krijg je dan.
gedeeld door 6, 7, 5. We halen even de eerste drie getallen halen we weg. 1, 0, 4, 1, 7 gedeeld door 6, 7, 5. Zou iemand dat voor mij kunnen uitrekenen? Dan zien we dus namelijk hieruit wat het factor verschil is in traagheid. Ja, ik had even een klein rekenfoutje gemaakt. Ik was een 0 vergeten. Maar als we dus deze twee door elkaar delen. Dus dan halen we even die 3 nullen hier weg. En we halen die 3 nullen hier weg. Om het wat gemakkelijker te maken. Dan krijg je dus 104.175 gedeeld door 675. En als je dat deelt, krijg je 154. Dus wat we nu zien, is doordat we dus die sandwich-constructie gaan toepassen, gaat het traagheidsmoment dus met een factor 154 omhoog. En dat is dus nu natuurlijk een verschrikkelijk verschil. En daardoor zie je meteen het effect van hoe belangrijk het is om slim je traagheidsmoment te gebruiken. Je wil zoveel mogelijk materiaal zo ver mogelijk van je neutrale lijn af. Nou, dan moeten we dit nog even gaan invullen. En waar vullen we dat dan in? Dat vullen we dan natuurlijk hierin. Dus wat krijgen we dan? Deze gaan we vervangen voor, even kijken, 104.175.000 millimeter tot de vierde. En wat zien we dus? Dus doordat we dus die sandwichconstructie gaan invullen, krijgen we dus een traagheidsmoment dat 154 keer zo groot is. En we zien dus dat doordat we die traagheidsmoment 154 keer zo groot wordt, wordt die verplaatsing dus 154 keer zo klein. En zo zie je dus dat de elasticiteitsmodulus en dat traagheidsmoment een gigantische invloed hebben op de verplaatsing. En daarmee hebben wij vraag D beantwoord. Ja. Dan heb ik de allerlaatste vraag voor jullie, voor dit college. En daarna gaan we door met de huiswerkopgave. Ik heb hier een balk die op meerdere manieren is belast. Hij is belast op een verdeelde belasting. Hij is belast met een kracht van 50 kN. En hij is belast met een kracht van 40 kN. En hij is belast met een moment. En wat wil ik nu weten? Ik wil weten wat de verplaatsing aan het uiteinde van de balk is. En ik wil weten wat de verplaatsing op het midden van de balk is. En nu is mijn vraag aan jullie. Reken dit voor me uit met behulp van vergeetmenietjes. Maar nu denk je natuurlijk van, hey meneer, deze staat helemaal niet op het blad van de vergeetmenietjes. En het klopt inderdaad. Want wat is de theorie die je hiermee kan gebruiken? Je kan hiermee gebruiken substitutie. Dus we kunnen dit systeem gaan opsplitsen in dingen die we wel kennen. Dus wat zeggen we? We gaan deze opsplitsen in een aantal standaardvormen. We gaan deze opsplitsen in deze. Zo. Plus, we gaan opsplitsen in deze. Plus, we gaan hem opsplitsen in deze. Plus, we gaan hem opsplitsen in deze. En ik zit al even te bedenken. Het is misschien wel erg lastig om hem in het midden te gaan bepalen. Laten wij eerst maar eens eventjes met elkaar gaan bepalen, wat is de verplaatsing aan het uiteinde? Die vind je dus dat de totale verplaatsing V totaal is gelijk aan de verplaatsing van 1 plus de verplaatsing van 2 plus de verplaatsing van 3 plus de verplaatsing van 4. Laten we hier eventjes een kwartiertje voor uittrekken. Succes! Oké, we hadden deze constructie opgesplitst in 5 stukken. 1, 2, 3, 4. Oh, ik heb er maar 4 nodig, zie ik. Super tof. Dan kunnen we er eentje weghalen. Dat is altijd goed. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Als eerste hebben we natuurlijk de verdeelde belasting. Waar we mee te maken hebben. En die werkt niet over de hele lengte. De tweede, dat is dus die kracht van 50 kN.
Die derde is de kracht van 40 kilonewton. En dan hebben wij het moment naar beneden. Dus deze werkt over een afstand van, even kijken, wat zullen we doen? 1,8 meter. Die tweede werkt over een afstand van 1,8 meter. Die derde, die werkt over een afstand van 3 meter. En die vierde, die werkt over een afstand van 3 meter. En we hebben dan nog een stukje afstand over. Hier hebben we nog 1,2 over. En hier hebben we nog 1,2 over. Zo. En vervolgens gaan we hier even wat naampjes aangeven, zodat we hier dus vergelijkingen bij kunnen gaan opzoeken. Dus we gaan 1, 2, 3 en 4. Dus wat we nu hebben gedaan, we hebben die constructie hebben gepakt en die hebben we opgedeeld in onderdelen die we wel uit onze vergeetmietjes kunnen halen. En dan gaan we dus even kijken wat we hier precies kunnen doen. Laten we eens even beginnen met 1. Dan gaan we die vergeetmietjeslijsten gaan we af. En dan pakken we, en ik adviseer je om ook het, even de vergeetmietjes erbij te pakken zelf. Ik heb ze er ook naast bij een scherm hiernaast erbij. We pakken die ingeklemde balk erbij. En dan zien we, als we naar de vergeetmietjes kijken, dan zijn er twee vergeetmietjes die wij hiervoor kunnen gaan gebruiken. En dat is de derde. En dat is de vijfde. Dus degene met een geheel verdeelde belasting over de lengte en met degene die maar tot de helft een verdeelde belasting heeft. Ja, het probleem wat we hier alleen hebben is dat onze verdeelde belasting niet tot de helft werkt, maar over het hele stuk. Alleen dan loopt die bij ons nog een stukje verder. Dus laten we eens eventjes gaan kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen. Die nummer 1 kunnen we opsplitsen in een... kunnen we gaan opsplitsen in twee stukjes. Dus wat gaan we doen? We gaan het volgende tekenen. We hebben dus een verdeelde belasting zo. En daar staat dan, even kijken, ik pak even groen erbij. Zo. Deze weten we. En daar zit dan aan het uiteinde zit er nog een stukje aan. Als deze gaat vervormen, die zal zo gaan vervormen, dan kunnen we ten eerste kunnen we dit stukje gaan bepalen. Die noem ik even U1. En hoe kunnen we U1 dan vinden? Nou, die vinden we door die vergelijking gewoon lekker makkelijk in te vullen. Dat is V1 is gelijk aan minus W maal L tot de vierde. Minus W maal L tot de vierde gedeeld door 8EI. 8EI. Oké, nou die kunnen we dan gaan invullen. Dus dan krijg je V1 max is gelijk aan... Oké, hoe groot is die Q van ons? Die is 30 kN per meter. 30 kN per meter. Keer de lengte. En dat is de lengte waar die over werkt. Dus dat is 1,8 tot de vierde. Gedeeld door 8 keer. En we werken hier nu in... Even kijken. We werken in newton per meter. Toch? Ik kijk even naar de som. Kilonewtons per meter. Kilonewtons... per meter werken we. Dus wat moeten we voor die 210 invullen? Dat is 210 gigapascal hadden we. Dat is dus, even kijken, 210 maal 10 tot de 9 newton per meter kwadraat. Oftewel, 210 maal 10 tot de 6e kilonewton per meter kwadraat. Oké, dus dan kunnen we dit vermenigvuldigen met 210 maal 10 tot de zesde. En vervolgens hadden we nog dat traagheidsmoment erbij. En wat zeiden we? We pakten vanuit het voorbeeld, pakken wij de breedte van 300. Maar dat is 300 millimeter. Dus dat wordt dan... Even kijken... Zo wordt dat dan natuurlijk 300 millimeter, dat is 30 centimeter, dus dat is 0,3 meter. 0,3 meter bij 0,03 meter, dus je krijgt het traagheidsmoment is 1/12 maal 0,3 maal 0,03 tot de derde. Dus dan kunnen we die i hier invullen. Maar als we dus dit af hebben,
dan moeten we ook nog het stukje dat er nog extra bij komt bepalen. Want we hebben nu dus, dit hebben we nu bepaald, dit stukje. Maar we moeten nog dit stukje erbij doen. En dat kunnen we bepalen door het zogenaamde kwispeleffect. Want wat is er namelijk aan de hand? We weten dat overgebleven stukje, dit stukje, heeft een lengte van 1,2. En die hoek hier, die weten we ook, hè? Die kunnen we uit ons vergeetminietjes halen. Want wat was die hoek precies? Die hoek 1, die was gelijk aan, even kijken, minus WL tot de derde maal 6EI. Dus minus W maal L tot de derde gedeeld door 6EI. Oftewel, even kijken, minus 30 maal 1,8 tot de derde gedeeld door 6 maal E maal I. Dat hebben we nu, dit kunnen we invullen. En hier komt een getal uit in radialen. Let op. En die moeten we nu omvormen naar hoeken. Of we kunnen gewoon in radialen blijven rekenen. Maar wat weten we nu? We kunnen dus deze verplaatsing hier, die kunnen we bepalen, hè? Dus we weten dat van de onvervormde toestand is dit 1,2. Maar van de vervormde afstand is dit 1,2. Hè? Want hij gaat dan vervormen en het loopt hier over 1,2. En we zijn op zoek naar, even een ander kleurtje erbij pakken, die we nog niet hebben gebruikt, oranje. We zijn op zoek naar deze afstand. En hoe vinden we die dan? Nou, laten we die afstand eventjes U1B noemen. We vinden dus de afstand U1B, die vinden we door, kijken, geometrie, de overstaande gedeelte, de schuinde, os, sos, die vinden we dus door U1B is gelijk aan, wacht even hoor, helemaal niet, de sinus van die hoek is gelijk aan de overstaande gedeeld door de schuine, oftewel U1B is gelijk aan, even kijken, de sinus van, haakje openen, de hoek. Die kunnen we daarin vullen. Zorg dat je rekenmachine in graden staat. Maal 1,2. En hoe vinden we dan die totale verplaatsing die daar op het uiteinde staat? Dus dat is deze verplaatsing. Dus dan zeggen we U1 totaal is gelijk aan die verplaatsing. Verplaatsing 1 die hierboven staat, plus de sinus van die hoek maal 1,2. Dan hebben we dus die eerste bepaald. Dan kunnen we nu de tweede doen op dezelfde manier. Dus wat krijgen we voor de tweede? Hebben we dus een balkje met een krachtje erop. Ik ga hem weer even tekenen. Zo, balkje. Zo, krachtje erop. Hartstikke idee. En dan hebben we hier een lengte van 1,8. En hier een lengte van 1,2. Dus hoe vinden we die dan? Nou, ten eerste hebben we natuurlijk de verplaatsing als gevolg van de kracht zelf op de lengte van 1,8. Dus dan krijg je dus die tweede kracht. Die vinden we door het vergeetminietje in te vullen. En dan krijg je, even kijken, minus P maal L tot de derde gedeeld door 3EI. En als we dat dan natuurlijk gaan invullen, dan krijgen we hier hetzelfde, geloof ik, uit. Even kijken. Ja, hier staat alles gewoon precies hetzelfde. Dus je krijgt hier minus, hoe groot was die belasting? Minus 50 maal 1,8 tot de derde gedeeld door 3 maal E maal I. En dan tel je dus die hoekverdraaiing. Daar gaan we dan ook weer vervolgens mee aan de slag. Dus dan krijg je die hoek 2, die was, en dan gaan we weer even naar het vergeetminietje. En dan pakken we de allereerste erbij. Minus P maal kwadraat. Gedeeld door 2EI.
En wat krijgen we dan? Dan krijgen we minus 50 maal 1, 1,8 tot de derde gedeeld door 2 EI. En vervolgens gaan we die weer samenvoegen. Zo, volgens dezelfde methode. En dan krijg je U2 totaal is gelijk aan die verplaatsing 2 plus de sinus van die hoek 2 maal 1,2. Oké. En dan krijg je nog de derde en de vierde. En die zal ik hier gaan schrijven. Derde en de vierde. Want het zijn gewoon letterlijk de vergeetminietjes. Dus je krijgt voor de derde krijg je. De derde krijgen we gewoon letterlijk het vergeetminietje. En dat is dus minus 40 maal 3 tot de derde gedeeld door 3. EI. En voor de vierde krijgen we het moment. En we zien dat die moment de andere kant op staat. Dus dan krijgen we daar 200 kilonewtonmeter. Maar die staat de andere kant op. Dus dat wordt een minnetje. Maal, even kijken. Dan krijg je 3 kwadraat gedeeld door 2 EI. 2 EI. Oké? Okay? En nou het allerlaatste wat je nog moet doen, is, dat is een hele belangrijke stap, is even kijken of ze allemaal in dezelfde richting bewegen. Dus wat zien we? We zien dat als gevolg van al deze belasting, we overal naar beneden moeten gaan. Hè? Deze wordt duwt hem naar beneden, deze duwt hem naar beneden, die duwt hem naar beneden, die duwt hem naar beneden. Dus dan gaan we eens eventjes controleren of dat ook daadwerkelijk bij ons klopt. Nou die V1, daar staat een minnetje voor, dus inderdaad die gaat naar beneden. Die hoek keer die sinus, hey, die staat nu naar boven. Zie je dat? Sinus van de hoek maal 1,2. Dus hier is een foutje. Die moet natuurlijk ook naar beneden bewegen. Dus, en daarom is die controle aan het einde altijd zo belangrijk. Hier, deze moet minus. 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 Want die geometrie met die stelling van Pythagoras en dergelijke, die houden geen rekening met positief of negatief. Dus dat moet je altijd meenemen. En daardoor krijgen we dus uit die hoekverdraaiing hier. Nou, hebben we wel weer geluk, staat er een minnetje voor. Dus er komt hier wel een goede, hoek uit. Dan hier ook minus en hier ook minus. En als ik dan eventjes terugkijk naar wat er dan precies staat, is dat ik... Kijk eens. Hier stond wel gewoon een minnetje. Dus ik heb hem... verkeerd overgeschreven, dus ik was in principe wel gewoon goed bezig. Maar hou alsjeblieft die minnetjes en die plusjes in de gaten. Kijk, ga niet te veel laten leiden door de minnetjes en de plusjes die in het formuleblad staan, maar ga vooral kijken, beweegt die naar boven en beweegt die naar beneden. En als die naar beneden beweegt, hoort er een minnetje voor. En als die naar boven beweegt, dan hoort er een plusje voor. Nou, wat is nu nog het laatste dat we moeten doen? Dat is natuurlijk nog gewoon alles bij elkaar optellen. En wat krijg je dan? En dan krijg je de totale verplaatsing op de locatie x is gelijk aan 3 meter. Die was v1 plus sinus maal de hoek maal 1,2 plus v2 maal de, plus de sinus maal de hoek maal 1,2, hè, want dit moest een tweetje zijn. Mijn fout. Of nee, sorry. Die stond hier, ik zat verkeerd te lezen. Dit is voor de tweede hoek en dit is voor de eerste hoek. Plus de verplaatsing 3, plus de verplaatsing 4. En nu hebben we dus de verplaatsing op het uiteinde bepaald voor al die vier deelsystemen. En hebben we onze som opgelost. En zo gebruiken we dus vergeetmenietjes en superpositie door dus een complex vraagstuk op te delen in dingen die we al kunnen. Dan gaan we daarvan de losse onderdeeltjes uitrekenen. Als die balk doorloopt, dan gebruiken wij geometrie om de verplaatsing aan het uiteinde nog een keer te bepalen. Let op dat die uiteinden in radialen eruit komen. En vervolgens stel je alles bij elkaar op en hou je er rekening mee dat alle waarden in de richting staan waar ze in horen te staan.
anders dan krijg je verkeerde antwoorden. En hiermee hebben wij deze som opgelost. Goed, dit is het huiswerk voor volgende les. We hebben weer dezelfde balken hebben wij als we die hiervoor hadden. En nu is mijn vraag aan jullie. Ga voor deze balk aan de slag. Ga met de vergetenis aan de slag om voor iedere balk de maximale doorbuiging te bepalen. En natuurlijk voor vragen zijn jullie van harte welkom. Oké, en wat is het huiswerk om de theorie beter te leren begrijpen? Ten eerste heeft onze collega Peter Overbeek heeft een geweldig filmpje online gepraat over het gebruik van vergeetminuutjes. Dus ga die lekker kijken. En daarnaast is op ons eigen YouTube-kanaal van Maritieme Techniek staan ook twee mooie filmpjes waar we uitgebreid met deze theorie aan de slag gaan. Oké, en tot slot nog eventjes, wat was dan die eindopdracht die jullie moeten gaan inleveren? Hier staat hem nog even uitgeschreven. Dus zoek twee sommen op uit je boek. 1 inklemming en 1 oplegging. Het is per onderdeel is het belangrijk dat er 2 belastingen op staan. En let er ook op, probeer bij het uitzoeken van de opdracht ook alvast even te denken, kan ik dit maken? Dus als je vervolgens die onderdelen hebt uitgezocht en zoek wel even onderdelen uit waarbij je echt jezelf een klein beetje, uitdaagt. Want als ik het idee heb, als ik in de maling word genomen, vind ik niet leuk. En als je niet kan aantonen dat jij de kennis bezit, dan heb je de opdracht ook niet gehaald. Dus het is aan jullie de noodzaak om die kennis aan te tonen. En kijk daarvoor ook in de studiehandleiding wat je allemaal moet leren, wat de leerdoelen zijn. Maar goed, als je die sommetjes hebt, ga naar de bouwmarkt en koop onderdelen om het op schaal na te maken. Dus in kleine vorm. Dus ga ook die krachten kleiner maken en ga ook de belastingen kleiner maken. Als je geen zin hebt om naar de bouwmarkt te gaan of je vindt het in verband met corona lastig om daar naartoe te gaan. Je kan natuurlijk ook in en om je huis op zoek gaan naar allemaal verschillende onderdelen en die na te rekenen. En nogmaals, voor de kanttekening, let op dat je het en je kan uitrekenen en ook dat jij het in de werkelijkheid kan oplossen. Nou, oké. En vervolgens gaan we het volgende doen voor die constructies die je hebt gevonden. Bereken eerst alle reactiekrachten die er zijn. Ga vervolgens aan de slag met de NVM-lijnen. Die moet je kunnen tekenen. Ga vervolgens de maximaal inwendige krachten opzoeken. En ga als gevolg van die krachten de spanningen uitrekenen die optreden. Dus de spanningen voor zowel van Mises. En die vinden we uit het gevolg van die normaalkrachten en die schuifkrachten. En tot slot gebruik je dus de theorie van deze les om de maximale doorbuigingen ook te kunnen berekenen. Nou, daarna ga bewijs dat de berekening klopt door het in de praktijk te testen. Dus ga het nabouwen, ga die belasting erop zetten en ga het kapot maken. En ga eens even kijken of die kracht die jij erop zet ook met je berekeningen overeenkomt. En doe dit alles in een document uitleggen van maximaal 10 pagina's, waarbij je dus heel systematisch te werk gaat, dat je dus volgens het stappenplan dat hier staat, die opdracht gaat uitwerken. Ook heel erg belangrijk, doe dus heel erg goed oppassen dat je een pdfje geeft, want dan kan ik het beter nakijken. Alsjeblieft geen Word documentje. En probeer duidelijk alles op te schrijven. Als ik het niet begrijp, is het niet goed. En maak mooie foto's en ga daarmee aan de slag. Goed, en dat wordt dan ingeleverd volgens de deadline, zoals die dus hier op Teams staat beschreven. En dan ga ik er daarna kijken en dan krijg je je resultaat. En als je het de eerste keer niet haalt, heb je natuurlijk ook nog de kans om het te herkansen met twee nieuwe opdrachten. Want natuurlijk, als je dezelfde opdracht zou kunnen verbeteren, dan heb je gewoon extra tijd. Dus we gaan er gewoon op uit. 2 nieuwe dingen moet je dan gaan doen. Oké, dat was het vanaf mijn kant. Dank jullie wel voor jullie aandacht voor dit. Dan zie ik jullie eindopdrachten tegemoet. Dank jullie wel en hopelijk tot ziens. Pas goed op jezelf.